Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 augustus, vrijdag. Veel bewolking in Nederland, in het westen daar breekt af en toe de zon door, en in het oosten is de bewolking soms dik genoeg om ook wat neerslag te produceren. Vanmiddag is dat het geval, vanavond blijft het waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog. En dan zien we ook een dik wolkenpakket boven het Verenigd Groningrijk. En die bewolking die komt onze kant op. Die bereikt ons in de loop van de nacht en dan gaat het van het westen uit regenen. En morgen overdag, ja dan zijn er toch echt wel perioden met regen. En in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten langzaam droger. Dan bevinden we ons inmiddels in dit gebied. En dat betekent dat er dan lokaal nog wel een bui kan gaan vallen. Ja, vanmiddag wat regen in het oosten van het land. Vanochtend was dat met name in het noordoosten. Maar we zien toch ook wel wat meer neerslag nog boven het centrale deel van Duitsland. En dat kan net het oosten van ons land gaan bereiken. Vanavond blijft het in ieder geval weer op de meeste plaatsen droog. Wel in het oosten dan veel bewolking. In het westen en midden van het land zijn eerst wat meer opklaringen. En die opklaringen die trekken wel geleidelijk aan naar het oosten. Maar zoals gezegd, vannacht neemt dan weer de bewolking toe. En dan gaat het vanuit het westen regenen. En morgen overdag, ja dan is het toch enige tijd regenachtig weer in Nederland. In de middag gaat het vanuit het noordwesten langzaam wat opklaren. Eerst wordt het droog en later klaart het wat op. Dan kan er dus nog wel lokaal een bui vallen. Maar dan gaan de droge perioden overheersen in het zuidoosten van het land. Dan blijft het waarschijnlijk toch wel nat tot diep in de avond. Temperaturen morgen zo tussen de 17 en 20 graden. Normaal wordt het in Limburg het warmst, morgen waarschijnlijk het minst warmst, want daar komt die 17 graden. Zondag een heel ander weerbeeld in Nederland. Want zaterdag kunnen we dan betitelen als regenachtig. Zondag zijn de juiste perioden met zon. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Heel misschien dat er in het zuiden nog een licht regenbuitje valt uit een grote stapelwolk. En dan de maandag. Nou, dat is een prima dag. Dat is bijna gewoon een zomerse dag, hoewel de temperatuur de 25 graden niet aantikt, wordt het wel heel aangenaam met. Af en toe zon en wolkenvelden en dan blijft het de hele dag droog. En dinsdag, dan wordt het wel zomers warm. De temperatuur loopt in het oosten op tot zo'n 27 graden. Maar later op de dag neemt dan wel de kans op onweersbuien toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.